Je zou verwachten dat een merk als Ford, afkomstig uit Amerika waar de SUV is groot geworden en zijn carrière ook is begonnen, er in Europa ook vroeg bij was met SUV. Maar niets is minder waar. De eerste SUV in Europa van Ford was de Kuga. En die verscheen in 2008. Pas in 2008. Voor die tijd had Ford wel in Europa de Maverick. En dat was een samen met Nissan ontworpen terreinauto. En dat telt dus eigenlijk niet als SUV. Want die auto had ook altijd permanente vierwielaandrijving. De eerste Kuga was nog een vrij compacte SUV. De tweede generatie was al 8 centimeter langer. En dit is inmiddels de derde generatie en die is gegroeid tot 4,61 meter. Een tamelijk flink model. Maar daar profiteert de interieurruimte van en dat zal ik je nu even laten zien. Op de achterbank is meer dan voldoende ruimte, ook voor lange mensen. En dat is ondanks dit extra ingebouwde schuifdak, wat een klein beetje ruimte altijd wegneemt. Maar je ziet dat er voldoende beenruimte is en er is ook meer dan voldoende hoofdruimte. En ik ben ongeveer 1,80 meter lang. Achterin, in de kofferbak, daar is de ruimte niet gegroeid. Maar dat zal ik je ook even laten zien. De kofferbak van deze auto gaat elektrisch open. Altijd handig. En zoals je ziet is er meer dan voldoende bagageruimte aanwezig. Maar het is niet groter dan wat het in de vorige generatie was. Sluiten gaat ook weer met het handige elektrische knopje. En dan neem ik het nu even mee naar de voorkant, want daar zit de motor en daar heb ik ook wat over te vertellen. Terwijl de lengte van de Kuga de afgelopen jaren toenam, dan werden de motoren juist steeds kleiner. De eerste Kuga had een 2,5 liter 5-cilinder turbo motor met benzine en had ook permanente vierwielaandrijving. Deze versie, de basisversie, heeft een 1,5 liter 4-cilinder turbomotor en alleen nog maar voorwielaandrijving. Dit is de plug-in hybride versie van de Ford Kuga en die heeft geen kleine 1,5 liter turbomotor, maar juist een grote 2,5 liter 4-cilinder motor zonder turbo. Dat zie je wel vaker bij hybride modellen. Daarnaast zit er een 130 pk elektromotor in. Met die elektromotor kun je ook een stukje zelfstandig elektrisch rijden. Dat kan officieel maximaal 56 kilometer, maar rekenen in de praktijk op ongeveer 40 kilometer. Als ze alle twee samenwerken is er 225 pk beschikbaar en dat is weer goed om een caravan te kunnen trekken. Daar gaan we nu eens naar kijken. Voordat ik die caravan aan ga koppelen moet ik natuurlijk een trekhaak hebben. Dat hebben ze bij Ford heel slim opgelost. Maar dit is namelijk niet zomaar een wegklapbare trekhaak, dit is een volledig elektrische trekhaak. Het duurt even voordat hij eruit is, maar hij komt echt als een mirakel onder de bumper vandaan. Je hoeft hem niet eens vast te trekken en te vergrendelen. Nee, dat doet hij helemaal uit zichzelf. Compleet. Het is klaar. We kunnen de caravan aan gaan koppelen. Wat gaan we nu doen? Voordat we wegrijden met deze Ford Kuga, een paar kleine opmerkingen over het interieur. We zien hier een beeldscherm in het midden. Dat hebben de meeste moderne auto's tegenwoordig. Dit beeldscherm zit lekker hoog, goed afleesbaar. Het is niet het grootste beeldscherm wat we zijn tegengekomen, maar het is wel heel duidelijk en correct. Alleen jammer is wel dat je bijna alles wat je wilt bedienen met deze auto, gaat ook via dit beeldscherm. De telefoon, de audio, navigatiesysteem, alle meerdere knoppen, meerdere keren het scherm aantikken voordat je hebt bereikt wat je wilt bereiken. Er zit gelukkig nog wel een klein stukje hieronder voor de bediening van de verwarming en de ventilatie. Dus dat kan rechtstreeks met knoppen. En voor de rest heb je een digitaal beeldscherm voor je neus. En hier wat knopjes op het stuur. Wat ik wel jammer vind is dat er geen toerenteller in de auto zit, zodat je niet in de gaten kunt houden of de auto wel voldoende toeren maakt als je aan een lange klim bezig bent in de Alpen of op de snelweg. Een ander opvallend dingetje is dat er een draaiknop zit, hier, om de versnelling te bedienen. Werkt op zich goed, maar een pookje is wel net zo handig natuurlijk. En verder kunnen we nu op pad. Het
eerste wat ons al opviel met het wegrijden was dat de caravan iets meer beweging doorgeeft aan de auto dan wij de laatste tijd gewend zijn van testauto's. Dat heeft voornamelijk te maken met wat zachtere vering en de iets minder harde demping van deze auto. Dat betekent dat die heel klein tikje meer nadijnt dan wij zelf prettig zouden vinden. In de praktijk blijft het niet zo heel erg, want we hebben meerdere honderden kilometers met deze auto caravan combinatie gereden. En hij volgt goed, maar het kan wat strakker allemaal. Er komt bij dat deze auto lekker korte achterkant heeft, dus heeft niet al te veel beweging gegeven die door aan de caravan en andersom. Het vermogen is meer dan voldoende, 225 pk. Er is ook voldoende koppel aanwezig. Dus deze auto zal geen enkel probleem hebben met een wat stevigere caravan. Ford geeft zelf op dat er maximaal 1500 kilogram achter mag. En gezien het extra gewicht van deze auto dankzij de accu en de elektromotor, gaan wij mee met die 1500 kilo. Wij vinden dat een uitstekend trekgewicht voor die auto.